En dan vraag ik toch even de aandacht. Mijn naam is Igor van Hoog, ik ben de directeur van deze school. Voor degenen die dat ongetwijfeld niet weten. Ik ben vereerd dat jullie hier allemaal gekomen zijn. En dat wij twee bijzondere mensen bereid gevonden hebben om met jullie in gesprek te gaan over geld. In de week van het geld. Daar zal dadelijk ongetwijfeld iets meer over verteld worden. Maar we hebben Arjen Vliegendhart van NIBUD, Nationaal Instituut voor Budget. Voorlichting? Voorlichting, dat was hem. Die was ik even kwijt. Die heeft heel erg veel verstand van wat geld kan doen. En we hebben burgemeester Blanksma, onze eigen burgemeester van onze mooie stad Helmond. En zij zullen beide met jullie over geld in gesprek gaan. Ik heb vroeger altijd geleerd, van geld word je niet gelukkig. Maar ik denk dat je andersom wel kunt zeggen, dat als je geldproblemen hebt, dat je daar heel ongelukkig van kunt worden. En ik denk dat het wat dat betreft heel fijn is dat deze twee de mensen daarover het komende uur met jullie in gesprek gaan. Dus kijken wat is de betekenis van geld en hoe kun je daar ook als jong mens zo goed mogelijk mee omgaan. Ik ga het woord geven aan onze burgemeester. Dank u wel. En ik wens jullie en jullie ook een fijn uur. Want ik vind het enorm fijn om van met elkaar ook in gesprek te zijn. Want dan denk je, nou dan krijgen we heel zo'n saai college over geld. Geld zijn helemaal niet interessant. Dat willen wij helemaal niet. Wij willen juist in gesprek met jullie. Omdat één keer per jaar is het Week van het Geld. En het Week van het Geld is met name bedoeld om even te kijken van gaan we allemaal bewust om met geld. Is geld een middel om iets te kopen of kun je met geld problemen hebben? Ik ben burgemeester van de gemeente Helmond. Hoeveel mensen komen er hier uit Helmond? Kijk, het meerderheid. Maar ik kom ook hier uit de omliggende dorpen daaromheen. Waarom vind ik als burgemeester het nou zo belangrijk om samen met jullie, want dit is niet de eerste les die ik deze week geef, ook alle wethouders hebben in mijn stad hier op lagere scholen, op middelbare scholen, overal les gegeven, overal, ja les, dat vind ik wel zoiets, maar in ieder geval het gesprek aangegaan met kinderen om bewust te worden met geld, is omdat ik zie dat als je dat niet op jonge leeftijd goed geleerd hebt, dat je op latere leeftijd dusdanig in de schulden kan komen, dat geld uiteindelijk iets is, wat uw directeur ook al zei, iets is wat je enorm ongelukkig kan maken. Want als je te veel geld uitgeeft en je hebt het niet, en je maakt schulden en je moet schulden, dan raak je totaal de grip op je portemonnee kwijt en is uiteindelijk geld een ontzettende ballast. En dan gaat het gewoon niet goed met je. En dat zien wij in het Helmondse, zie ik dat. Ongeveer een kwart van de mensen, 25% van de mensen in Helmond, hebben moeite om rond te komen met het inkomen wat ze hebben. Of hebben bijna problematische schulden. En problematische schulden is echt, dan gaat het nergens anders meer aan de keukentafel over. Hoe kom ik deze maand rond? Heb ik nog genoeg geld om te eten? Heb ik nog genoeg geld om te leven? Nou, en dat bewustwordingsproces, dat is die Week van het Geld. Die wordt helemaal niet alleen in Helmond gedaan, maar die wordt in heel Nederland gedaan om daar heel bewust mee om te gaan. Onze koningin Maxima heeft deze week afgetrapt, dat was in Breda, ook met zo'nzelfde setting als wat jullie in zitten, om er met elkaar over te hebben, vooral om het ook leuk daarover te hebben, hoe je dat ziet. Dat is zo de hele week, en ook onze minister-president Mark Rutte heeft voor de klasse gestaan om met elkaar het gesprek aan te gaan van hoe ga je nou met geld om. Naast dat ik burgemeester ben van Helmond, ben ik ook landelijk de voorzitter van dat NIBUD. NIBUD is het instituut, dat zal de heer Vliegendhart zo meteen nog wel vertellen, is het instituut om te zorgen dat iedereen wat bewuster omgaat met geld. Daar ben ik ook landelijk voorzitter van, omdat ik het zo belangrijk vind dat we het daar met elkaar over hebben. Maar dat ik moet proberen, al haal ik er maar eentje uit de schuldenproblematiek, dan zeg ik, dan is dat zeg maar, toch iets wat we met elkaar zouden kunnen willen bereiken. Dus dat is zeg maar, de reden waarom wij dit samen nu doen. En misschien Arjan, dat jij even jouzelf kan voorstellen. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Arjan Vliegendhart en burgemeester Ellie Blanksma zei het al, ik ben de directeur van het NIBUD. En het NIBUD is inderdaad mondvol, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Maar eigenlijk, kort gezegd, proberen wij mensen te helpen dat ze grip houden op hun geld en daarmee de baas
blijven over hun eigen leven. Want de burgemeester zei denk ik al terecht, voor heel veel mensen is het hebben van te weinig geld een groot probleem om in het leven overeind te kunnen blijven. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie ervaringen. Ik denk dat jullie wel rond de 18 zijn. Wie van jullie heeft er een zorgverzekering? Een eigen zorgverzekering? Dan hoop ik dat ik alle 18 bussen in mijn hand heb gestoken in deze. Wie van jullie krijgt de zorgtoeslag? Wie van jullie heeft er een lening bij Duo? Eén achterin, ja? Wie, ja, nog eentje. Wie van jullie werkt naast, als jullie hier naar school gaan, bij? En wie van jullie heeft het idee dat er aan het eind van de maand nog geld over is? En bij wie van jullie is er aan het eind van de geld, van het eind van het geld nog een stuk maand over? Ja, kijk, ja. Die moeten we hebben. Dus je ziet wel, hè, als je jong bent, speelt geld op allerlei manieren een rol. En ik vind het echt super stoer dat de burgemeester van Helmond in haar vrije tijd de tijd neemt om ook nationaal zich bezig te houden met hoe we dat doen. Hoe je ervoor zorgt dat we goed grip krijgen op geld. En het Niebuhr probeert daar mensen zoveel mogelijk in te helpen door advies te geven over als je, zeker als student, een zorgverzekering hebt, dat je ook recht hebt op zorgtoeslag. Dat je onder sommige omstandigheden kunt lenen bij Duo en hoe je dat op een verstandige manier doet, waardoor je niet te veel schulden hebt als je klaar bent met je studie en dat je dan je hele leven blijft afbetalen. En we helpen mensen om te bedenken hoe je op een goede manier met geld kan omgaan. En dat wordt steeds relevanter naarmate je ouder wordt. En 18, als je 18 wordt, is daarin een heel belangrijk jaar. Want dan ben je financieel volwassen. Dan gaan we er van dit land vanuit dat je je eigen zaken goed kan regelen. En daarom de volgende gewetensvraag. Wie denkt dat hij al zijn financiële zaken zelf goed kan regelen? Ja. Daar staat er eentje. Eentje. 1, 2, 3. Wie wordt erbij geholpen door zijn ouders? Haar ouders. Nou zie ik nog heel veel mensen die het niet alleen zeggen te redden en het ook. Hoe krijg je nou? Hoe doen jullie het? Mag ik dat eens aan jou vragen? Met wie praat jij met mensen over geld? Ja, je kijkt achterom, maar ik bedoel bij jou. Ja. Microfoon, dan hoort iedereen jou. Ja, je regelt alles zelf. Ja, maar heb je ook inkomsten? Ja, en die komen omdat je werkt. En geef je geld uit? Heel weinig geld. Ja, jij spaart. Oké, waarvoor spaar je eigenlijk? Oké, even, als je in de microfoon spreekt. Ik wil iedere maand schoolgeld betalen. En ik wil mijn eigen kleding, benzine, auto. Heb je een auto? Ik kwam hier net aanrijden, ik heb ook een auto. En toen dacht ik, van wie zijn al die auto's? Zijn die allemaal van jullie? Hoeveel kinderen hebben hier een auto? Jullie komen met auto naar school. Nou, dat was in mijn tijd niet. Ik moest fietsen. Dus, maar dat kost geld. Een auto hebben, maar dan werk je ook heel veel erbij. 2 dagen in de week. Ja, ja, dat is best veel, hè? Ja, ja, anders kun je niet rondkomen. Oké. Okay. Arjan, wie praat er met vrienden over geld? En vraagt naar advies. Mag ik jou vragen? Nee, liever niet. Jij bent zelfstandig, begreep ik net, dus dat moet. Oh ja. Met wie praat je over geld en waar heb je het dan over? Ja, ik wil het zeggen over de uitgaven en zo. En vergelijk je dan met elkaar? Waar geef je hoeveel aan uit? Ja, we hebben met vrienden wel eens. En blijkt dan dat vrienden geld aan heel andere dingen uitgeven dan jij, of veel meer of veel minder? Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen? De kroeg. Ik heb veel. En dat komt omdat jij hun rekening in de kroeg betaalt. Ja, dat komt denk ik gewoon omdat ik dat iets meer op zak ga. Oké. Okay. Ja. Wie praat er nog meer over geld met vrienden? Vrienden?
Nee, maar jij gaat op stap en jij rookt. Jij rookt en jij... Oh, ik dacht, jij zei ik rook. Nee. Het is om te voorkomen dat je een liedje gaat zingen. Wie praat er nog meer met vrienden over geld? Of met elkaar over geld? Wie praat er nooit over geld? Mag ik dan aan jullie vragen? Met wie praat jij over geld? Met wie is zo? Ja? Met je ouders? Geef je ouders advies? Het is jouw geld, maar dat is waar. Maar als je erover praat, waar praat je dan over? Over hoe je het goed uitgeeft? Of hoe je het... Wie weet hoeveel studiegeld hij per maand betaalt? Uit zijn hoofd. Ja? Wie? Weet jij? 120 euro. Wie biedt er meer dan 120 euro? Hoeveel dan? 180. Jij ook? 130. Wie? Ja, ben ik ook wel benieuwd. Wie weet hoe hoog zijn zorgpremie is? Ja, jij weet heel veel. Dat heb ik al gezien. Maar iemand anders, wie weet hoe hoog zijn zorgpremie of haar zorgpremie is? 144 euro. En weet je ook, krijg je zorgtoeslag? Weet je ook hoeveel je als zorgtoeslag terugkrijgt? 99 euro. Dus dan betaal je zelf 45 euro. Ja. Dat vind ik heel knap, omdat je ziet dat heel veel mensen eigenlijk niet precies weten hoeveel ze aan hun zorgtoeslag betalen. Wie heeft er, ja, het is een hele triviale vraag, wie heeft er een mobiele telefoon? Ja, ik kan beter vragen, wie heeft er geen mobiele telefoon? Maar wie betaalt er meer dan 20 euro aan zijn mobiele telefoon per maand? Ik begrijp dat het een spannende vraag is, want jullie gaan driftig overleggen. Wie betaalt er minder dan 10 euro? En van wie betaalt de ouders de mobiele telefoon? Nog wel. En wanneer mag je het zelf gaan betalen? Oké, zij is er nog geen 18. Nee. Ik ga nog één vraag stellen, kijken om jullie een beetje te leren kennen. Wie van jullie gaat er in de zomer voor meer dan 1000 euro op vakantie? Wauw. Zijn er ook mensen die voor minder dan 200 euro op vakantie gaan? Dat kan niet, zegt niemand. Dat kan heel goed. En wie gebruikt de vakantie om niet op vakantie te gaan, maar om te werken? Oh. Maar zo zie je, dat vinden wij niet meer dus erg interessant. Mensen gaan totaal verschillend met geld om. En mensen weten ook heel veel verschillende dingen over geld. Maar als je bedenkt dat, en dat zei Ellie terecht, 1 op de 5 mensen in Nederland het risico loopt op een problematische schuld, dan is de kans dat we hier straks met een groep mensen zitten die later op een of andere manier geconfronteerd wordt met geldproblemen, best groot. En ik ben eigenlijk ook benieuwd, als je problemen hebt met geld, waar zouden jullie naartoe gaan? Ben je ouders? Anderen dan? Naar de gemeente? Naar de gemeente. Wie gaat naar de gemeente? Nee. Oké. Als het echt niet meer kan, dan kom je bij de gemeente uit. Ja. Hebben we nog wel andere vragen? Wat was je eerste grote aankoop? Wat is een grote aankoop? Wat? Een auto. Ja. Schoenen. Andere? Wat is groot? Heb je een fiets? Heb je zelf betaald? Ja. Knap hoor. Wat kostte zo'n fiets? 1200 euro. Heb je ervoor gespaard? Mag jij even?
euro voor een fiets. Had je daar eerst voor gespaard? Ja? Heb je ervoor geleend? Nee? Dan kun je vragen, wie heeft er vaak contant geld op zak? Contant, hè? Wie betaalt er alles? Wie heeft er een bankrekening? Ja. Iedereen. Wie betaalt er bijna alles met een pasje? Ja. En kun je hier op school nog contant betalen? Nee en ja, dat is wel interessant. Bij jullie niet. Alleen moet je alles met een pas betalen. Ja. Dat zien we steeds vaker, hè? En een van de dingen waar bij het Nieuwe wij ons best wel zorgen over maken, is dat doordat je alles met een pasje betaalt, je veel minder ziet hoeveel er uiteindelijk in je portemonnee overblijft. Want wie checkt er elke dag zijn saldo? Je ziet, en sommige generaties gaan toch harder vooruit dan anderen. En wie mag er rood staan bij jullie? Rood staan. Kan niet. Nee, kan niet. Nee, dat is heel goed. Bijna niemand. Dat is geruststellend. Maar bij het Nieuwe zien we onder andere dat doordat steeds meer betalingen niet meer contant gaan, maar met een pas, dat mensen voor een deel minder grip op hun geld krijgen. En daarom adviseren we dus ook dat iedereen regelmatig je rekening checkt. En dat je ook denkt over nou ja, wat de kosten zijn van rood staan. Want als je rood staat, betaal je daar fors rente over, 12-13%. En dat betekent dat je dus aan het eind van de maand meer moet terugbetalen dan je uiteindelijk van de bank hebt geleend. En dat is een van de dingen waar wij ons best wel veel zorgen over maken, dat het rood staan, vooral bij jongeren die studeren, een probleem is. Maar gelukkig, dat zal zijn omdat Helmond een goed beleid heeft, staan de meeste mensen hier niet rood. Nee, maar als we nu eens even kijken naar Nederland. Er zijn ongeveer 600.000 gezinnen, een huishouden is een gezin, 600.000 gezinnen die een heel laag inkomen hebben of bijna ja, problematisch zeg maar, rond kunnen komen met hun inkomen. Er werd net gezegd, bijvoorbeeld een lage inkomen is 1000 euro per maand voor een alleenstaande. Iemand die alleen woont of 1300 euro voor een alleenstaande ouder met één kind. Die jongen daar die vertelde dat hij een fiets kocht van 1200 euro. Dus heel veel geld. Want daar bewust van zijn dat niet iedereen zomaar een fiets van 1200 euro kan kopen. Als je een ouder hebt die een laag inkomen heeft, maar met 1380 euro. Dat is natuurlijk niet veel. En dan moet je daar een gezin, een kind van opvoeden en dat eruit. Dus uiteindelijk zijn er bijna ook 300.000 kinderen, dat noemen wij dan, die in armoede opgroeien. En armoede opgroeien, dat betekent dat je geen lid van een sportclub kunt zijn. Geen lid van een muziekclub kunt zijn. Want er is gewoon geen geld. En daar proberen wij als Helmond, ook als gemeente Helmond, om te kijken of we die kinderen, om die in ieder geval een beetje te helpen. Want het is, ja, zeg maar, dat je in een arm gezin opgroeit, daar kun je als kind niks aan doen. Maar dat je dus sociaal niet de mogelijkheid hebt om dan ook te participeren in de samenleving, misschien een moeilijk woord, maar dat je mee kan doen in een sportclub, et cetera. Als je nergens aan mee kan doen, omdat je ouders te weinig geld hebben, en dat kan voorkomen, er kunnen situaties zijn. Dat vinden wij belangrijk als gemeente Helmond om te zorgen, en ook andere gemeentes, om te zorgen dat kinderen daar wel in meedoen. Maar dan is het wel goed dat als je zelf in een wat armer gezin opgroeit, dat je wel heel bewust bent dat je niet eerder schulden moet maken, dat je nog verder in de problemen komt. En dat proberen we met elkaar te voorkomen. Maar dit zijn zomaar even wat cijfers. En die cijfers die spreken natuurlijk wel boekdelen. Ze kijken, dit is het Helmondse situatie, ik zoom heel even in Helmond. Dan hebben wij bijna 7000 gezinnen, en dat is best heel veel, waarin bijna 12.000 mensen in de lage inkomen en bijna in de problematische schulden zitten. En dan nog eens 2500 kinderen die daarbij betrokken zijn. Hoeft er niet, die getallen hoef je niet allemaal te onthouden, maar dat betekent wel dat wat als je in armoede opgroeit, dan betekent dat, wat doet dat nou met mensen? Als je niet veel geld hebt, je wil toch een aantal dingen doen, dan noemen wij een paar dingen. Dat is stress. Als je geen geld hebt, je bent de hele dag bezig om te kijken hoe je rond kan komen, is dat heel stressvol.
dan voelt het gewoon echt onprettig. Dus dat is toch, dat belast je in je brein, dat is wetenschappelijk bewezen, dat je IQ gewoon afneemt en dat je de hele dag met zorgen bezig bent over geld. Dus zorg dat je eigenlijk uit die stress komt. En ook de gezondheid. Armoede is slecht voor je gezondheid. Wij hebben in Helmond, ik wil dat toch zeggen, we hebben 11 wijken, 91.000 mensen wonen er in Helmond. We hebben 11 wijken. En er is een wijk in Helmond, daar wonen gemiddeld mensen met wat lager inkomen. En in die wijk leven mensen 7 jaar korter gemiddeld dan ergens anders. 7 jaar korter, Arjan, dat is natuurlijk toch verschrikkelijk. Ja, dat betekent, als je weinig geld hebt, eet je misschien niet gezond, sport je te weinig, et cetera. En dan kom je dus uiteindelijk. En als burgemeester van Helmond kan ik in ieder geval zeggen, dit vind ik zo erg, dat ik gewoon echt heel graag in gesprek wil gaan. Dat kan toch niet, dat waar jij woont, of waar jij, hoe jij zeg maar geboren wordt, dat dat uiteindelijk bepaalt hoe lang je leeft of hoe gezond je leeft. Uiteindelijk moeten we met z'n allen die verantwoordelijkheid hebben om toch zo gezond als mogelijk te leven. Dus dat is buitengewoon erg. En dan kijken we, armoede heeft ook gevolgen voor kinderen. Dat had ik al gezegd. Als kinderen in een wat armer gezin opgroeien, en als je geen muziekles hebt, niet mag sporten, et cetera, omdat er überhaupt gewoon geen geld is, daar hebben wij extra geld voor om daarin wat zorgen te hebben. Dat zijn gewoon een paar beelden die wij hebben als Helmond. Ik heb het al gezegd, we hebben financiële ondersteuning voor een aantal gezinnen. Iemand riep, dan ga je naar de gemeente. Sommigen krijgen ook toeslag als het zo laag is, dat we wel een aantal toeslagen kunnen regelen, dat in de gezinnen iets meer geld aanwezig is. Maar we hebben ook, en dat vind ik buitengewoon mooi, een stichting Leergeld. En daar zit best wel wat geld in, ook van de landelijke overheid, om juist die gezinnen, met name de kinderen, die niet zeg maar in de gelegenheid zijn te kunnen sporten of muziek kunnen maken, om daar een kindpakket voor te maken, om toch te zorgen dat zij sociaal meedoen in onze samenleving. Daar heeft de minister extra geld voor vrijgemaakt en dat doen wij als Helmond. En het belangrijkste is, en dat wil ik gewoon zeggen, er is ook een beetje schaamte. Want het is ook niet fijn om te zeggen, ik word opgevoed in een arm gezin en ik kan eigenlijk niet sporten. Dat zeg je niet. En voor ons is dat heel belangrijk, dat als kinderen of als gezinnen zeggen, dat ze toch even aankloppen aan de deur en zeggen van, mag ik alsjeblieft zo'n kindpakket hebben? Want dan kan mijn kind wel meedoen. En ik probeer wel dat dit ook een onderwerp is waar je het met elkaar over mag hebben. Want het is geen schaamte. En dat je het niet, dat je niet zoveel geld hebt. Maar het is juist de kracht om dat te zeggen. En te zeggen van nou, ik vind het zo belangrijk dat ik wel aan de deur klop om wat extra geld te krijgen. Dat mijn kinderen, onze kinderen, dat we met elkaar mee kunnen doen in de sociale omgeving. Want het is zo belangrijk dat je ook van jongs af aan gewoon mee mag doen. Dus dat is, denk ik, wel heel belangrijk dat wij als gemeente en ik als burgemeester daarom juist mezelf zo hard maak dat financiën moet niet alles bepalend zijn. Het moet juist ook weer mogelijkheden bieden om mee te mogen doen. Ik denk dat jij een kleine kennistest gaat doen. We hebben een kleine kennistest. Iedereen had net gaf aan dat hij een smartphone had. Dus willen jullie allemaal even tevoorschijn toveren? Onder mij nu het gezag van alle leerkrachten zitten. Maar willen jullie even jullie mobiele telefoon tevoorschijn halen? En dan even naar www.kahoot.it en dan even kijk, ja, dan komen er nog meer. Lisa. Lisa. Lot Nickel Buerne. Is iedereen ingelogd? We kunnen meteen even zien hoeveel mensen er zitten, dat helpt ook. Nee, staat hier. Doet ook mee. Je mag ook.
wie de burgemeester heeft ingetoetst, toets, die gaat wel winnen, hè? Ja? Ja, oh, daar is hij. Zijn we compleet? Is iedereen binnen? Bijna. Kleine 100. Kleine 100, ja. Twijfelaars. Ja. Zo, een kleine 100 mensen zitten hier binnen. Dus dat is mooi. Ja, ja, mooi. We gaan nu echt beginnen. Tenminste, mag ik er hopen. Ik hoop meld nog. Oké. Kunnen jullie op start drukken? Moet ik eerst? Ja. Oké, daar gaan we. Hoeveel procent vindt het lastig? Oh. Meer of minder dan 50%? Hoeveel procent van de scholieren geeft aan geldzaken niet lastig te vinden? Ja. Wie van jullie denkt... Wat je ziet... Dat jullie redelijk verdeeld hebben gestemd. 49 mensen geeft aan dat ze het niet lastig vinden. 32 geven aan dat ze het wel hebben. Die 32 hebben gelijk. Meer dan de helft van de studenten geeft aan dat ze het toch zo'n beetje lastig vindt om rond te komen. Wie van jullie heeft er ingevuld dat hij het, dat ze denkt dat het niet lastig is? Dus wie van die 49? Wie heeft Ja, ik heb die ingevuld omdat ik heb eigenlijk heel veel. Mijn vrienden die ik allemaal heb, die hebben er eigenlijk niet heel veel moeite mee. En die geven ook aan van ik let gewoon op met wat ik uitgeef. Dus daardoor heb ik ook meer aan het eind van de maand wat nog overhaal. Ja. Dus heel bewust met geld omgaan. Ja. Wie van jullie zei, wat hoort bij die 32? Die wel zei van, ik vind het soms toch best lastig. Kun je ook uitleggen waarom? We horen het niet, er komt een microfoon. Ja. Ja, doe het wel. Roep maar heel hard. Ja. Ik merk bij mij in mijn omgeving dat er zijn gewoon mensen die moeilijker rondkomen. Ja. En ja, dat is ook. Ja, en ik ben niet uniek, want uiteindelijk blijkt dat meer dan 50% van de studenten toch soms moeite heeft om rond te komen. En wellicht is dat in Helmond net even iets anders, maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat de meeste mensen, dat Helmond daar best een typische Nederlandse stad is, dat ook daar geldt dat de meeste van de scholieren het soms toch best lastig vindt. En dat is het ook. We gaan de volgende vraag doen. Danielle gaat nu toch kop? De burgemeester is nog niet in aantocht. Nee, maar Meek Helmond goed wel. We gaan verder. Wat vinden scholieren het moeilijkst? En dan komen we zo meteen door. Precies. Voorkomen dat ik te veel koop. Ja, voorkomen dat ik te veel koop. Overzicht houden. Rekening houden met extra kosten. Of je laten verleiden door reclames. En dit is verdeeld. Dit is natuurlijk een heel best een moeilijke vraag. Want voor ieder mens is dit natuurlijk anders. Ieder mens heeft zo zijn eigen dingen waar hij goed in is. Maar in deze groep vinden ze mensen het overzicht houden op je uitgaven het lastigst. Wie heeft dat ingevuld? Het overzicht houden. Jij vindt het overzicht houden moeilijk? Ja. En wat doe je, heb jij daar trucjes voor? Doe je er ook iets aan? Heb jij trucjes? Nee, niet echt. Heeft iemand trucjes hoe hij of zij overzicht houdt op zijn financiën? Ja?
Alles via? Alles via je pinpas en dan heel regelmatig je rekening checken. Ja. Ja, dat is een manier. Dat je dus heel regelmatig ook kijkt van hoeveel geef ik uit, hoeveel geef ik om te binnen. Wie van jullie heeft er aan het begin van de maand in een Excel-sheetje staan wat er uitkomt en wat er inkomt? Ja, dan begint er meteen iemand te lachen. Ja, maar er is er wel iemand die op die manier over zit. Werkt dat? Ja. Heb jij problemen met rondkomen? Nee. Wie van jullie houdt nooit bij wat er inkomt en wat er uitgaat? Wie leeft er zo, maar zullen we zeggen, een beetje van de hand in de tand? Ja? En dan blijft er toch genoeg over? Ja, op papier. Ja. Bij Nibud adviseren wij, dan kun je op de website van www.nibud.nl kijken hoe je op een goede manier je uitkomsten, inkomsten en uitgaven, dat is het woord, op goed kan monitoren. En hoe je er ook een beetje grip op krijgt. Want inderdaad, mensen die, dat laat onderzoek zien, die dat regelmatig bijhouden, die kijken wat er per maand inkomt en wat er uitgaat, en daarbij ook rekening houden met die extra kosten, onvoorziene dingen, er gaat iets stuk, dat moet vervangen worden. Dat zijn de mensen die eigenlijk het minst in de financiële problemen komen. Ik ben ook heel benieuwd naar wie het moeilijkst vindt om zich niet te laten verleiden door reclames. Er zijn er 13 van. Zou ik daar één vinger van mogen zien, van die 13, die dat in heeft gevuld? Of zitten die allemaal buiten het lokaal? Dat kan niet. Niemand die hier toch die het invloed. Het is denk ik wel een van de dingen waar in de samenleving veel over te doen is. Reclames proberen mensen te beïnvloeden om geld uit te geven. En onderzoek laat zien dat echt heel veel mensen, jong en oud, daarvoor zich laat beïnvloeden. Ja, ik was gisteren bij groep 8 op een school hier in Helmond. Toen vroeg ik van, vind je het belangrijk om merkkleding te hebben? Toen zei iedereen, nee, dat maakt niet uit. En dan zei ik, en uiteindelijk, als je zegt, wat koop je? Dan kocht iedereen merkkleding, want ze hadden allemaal het idee dat het beter en langer meeging. Ja, dat is ook zo. Ja, en toen dacht ik, ja, hoe kun je jezelf laten beïnvloeden? Want de kwaliteit ligt hetzelfde, alleen staat er Nike op die schoen. En is het misschien het idee dat het beter is. Maar we zien dat heel veel. En dat gaat niet alleen om merkkleding, maar het gaat om heel veel dingen in het leven. We hebben laatst onderzoek gedaan bij het Nibud over mensen die lenen. Hoe ze een afweging maken welke lening ze waarvoor ze kiezen. En toen hadden we in één geval bovenaan de lijst gezet hoeveel je per maand moest betalen. En één keer hadden we bovenaan de lijst gezet hoeveel je in totaal de optelsom van alle maanden dat je geleend had uiteindelijk terugbetaald. En toen bleek dat getal dat je bovenaan zet, dat het belangrijkste is waar mensen op kiezen. Mensen lezen helemaal niet zo ver, maar kijken met name naar bovenaan. En dan maken reclamemakers daar op een hele slimme manier gebruik van. En het is volgens mij heel handig als je je bewust bent, want als je een financiële beslissing neemt, dat je ook even de tijd neemt. Dat je het liefst, zeggen we altijd, er nog een nachtje over slaapt. Zodat je namelijk ook nog eens even op je in kan laten werken wat het nou daadwerkelijk betekent. Maar de tijd nemen als je een dure uitgave doet, helpt ontzettend om die verleiding door reclames tegen te gaan. Het meeste trouwens, en dat is bij jullie de ene hoogste, is dat je dingen koopt in de aanbieding. Wie is daar wel eens voor gevallen? Dat dingen in de aanbieding waren en daardoor dat je dacht van eigenlijk had ik niet nodig, maar ik heb het toch gekocht. Dat doet ook niemand. Niemand? Niemand. We gaan naar de volgende vraag, Arjan. Die grenspoort voor het publiek. Joris gaat nog vooraan. Hij staat nu op kop. Max. Wat heeft een 18-jarige scholier gemiddeld te besteden? Woe!
mensen zitten er heel dichtbij. Maar het goede antwoord wordt niet het meest genoemd. Want de gemiddelde scholier van 18 heeft €206 te besteden. Dat laat onderzoek zien. En de meeste zeggen 175. Zit eigenlijk een klein stukje onder. De minste zeggen 310. En ook 112 wordt regelmatig genoemd door jullie. Waardoor je even zicht krijgt op hoe komt het nou daadwerkelijk binnen. En ook hier weer blijkt, het is best moeilijk om daar grip op te krijgen en daar zicht op te krijgen. Het vraagt dat je best goed kijkt naar regelmatig je bankrekening, maar dat je ook een goede optelsom maakt van wat je krijgt met je werk, wat je krijgt van je ouders en op andere manieren bij je binnenkomt. Maar het gemiddelde bedrag is €206 en ik hoop dat dat ook consequenties heeft voor de stad aan kop en dat de burgemeester nu toch langzaam en zeker de opwachting maakt. Ja. Maar op dit moment is het nog ho. Nou, die springt eruit. Ze gaan naar de volgende vraag. 10% van de scholieren heeft het thuis moeilijk op financieel gebied. Is dat waar of niet waar? Dit is interessant, hè? Dit is interessant. Dus hier wordt gezegd dat 61 zeggen waar, dat het financiële gebied wat moeilijk hebben. Dat 10% van de scholieren dat thuis heeft. Terwijl het niet waar is, is meer. Dus 16%. 16% van de mensen heeft het financieel van de scholieren heeft het thuis moeilijk. Dus degenen die hadden geschreven dat het waar was, die hebben het eigenlijk een beetje onderschat. Het probleem in het land. Het probleem is eigenlijk nog een stukje groter dan je zou mogen verwachten. En 13% die zei dat het niet waar is, ze zullen misschien gedacht hebben, het is wellicht minder. Dan zit je er ook naast, maar dan krijg je toch de punten. Maar uiteindelijk is het net iets meer dan 10%. We gaan naar de volgende. Zijn we klaar? Er zijn nog eentje. Oh, nog eentje. 5% van de mbo'ers heeft een schuld. Exclusief de studieschuld. Ik vraag... Arjan. Ja. Ik vraag even... Mag ik even centraal? Ik ga even aan de directeur van jullie school vragen wat hij zelf heeft ingevuld. De heer Van Hoog, wat heeft u ingevuld? Wat denkt u, hoeveel leerlingen hebben een schuld hier? Ik dacht 35%. Precies 35%. Ja. Oké. Okay. Arjan. Het is meer. Het is meer. Het is meer. En dat zie je ook, het is 43%. Het goede antwoord, je ziet dat de meerderheid van de mensen denkt dat het minder dan 35% is. Dus jullie hebben toch meer schulden, mbo'ers, dan je zou denken op het moment dat je 18 bent. En dan tellen we de studieschuld nog niet mee. Dus dat wil zeggen dat je schulden hebt bij je ouders, bij vrienden, misschien wel bij de bank, misschien wel bij je zorgverzekeraar. Maar heeft 43% een schuld? Op een of andere manier heeft hij een schuld. Soms een hele kleine. Of staat rood. Maar het is inderdaad meer dan 35%. Dat is echt heel veel. Ik denk, als je zo jong al met schulden begint, dan is dat best wel heftig. Heel heftig. Ja. Volgens mij zijn we nu wel aan het eind van de quiz. Gaan we kijken wie er heeft gewonnen. Joris lag op kop. Oh. Jawel. Oh, Joris. Wie is Joris? Joris? Hey, kijk eens daar. Nou, Joris. Joris. Mag ik jou wat vragen? Joris, aan het woord. Ik ben wel benieuwd. Je weet, de vraag heb je best beantwoord. Hoe ga jij nou met je geld om? Ik ga best goed voor veel werken, in vrije tijd. Maar ja, want ik geef geld als ik met mijn vrienden ben. Dat is gewoon zo. En wat is jouw grootste uitgavenpost per? Festival en zo. Festival, duur. Ja. Festivals, zijn festivals duur? Ja. Wat kost een gemiddeld festival?
Ja, leeft gewoon wat niet best voetbal. Maar meestal is het winkel duur. Ja, ik heb hier ook een pilsje gevuld. Echt waar? Ja, ik heb en spa je daarvoor? Ja. Dus, maar is het dan zo dat je dan zegt, ik op het festival, dat is met name in de zomer denk ik, dat je dan zegt van in de maanden daarvoor hou ik wat over om ervoor te zorgen dat ik dan ook dat festival goed doorkom? Of is het dan gewoon in die maand dat salaris? Als het uitkomt, dan komt het uit, hè, en anders niet. En als dat niet uitkomt, doe je dan? Ja, meestal wel. Ik kan ook goed werken. Maar als het nou niet uitkomt, ga je dan niet naar een festival? Ga je eerder naar huis? Nee, nou niet. Dan ga je niet, ja. En is dat wel eens voorgekomen? Nee, hij doet het niet. Dat is toch geen voorzitter. Ja. Ik wil nog een paar dingen, en we komen langs aan het einde van de... Ik wil nog een paar dingen vertellen over... Wat studenten nou te besteden hebben. Er was namelijk een... Een vraag. Even centraal. Wat verdienen nou studenten van 18? We zien dat scholieren, dat is net even onder de 18, de meeste van jullie zijn daar, zitten daaronder, dat 88% daarvan zakgeld krijgt. En nog eens 38% kleedgeld en 47% een bijbaantje. Nou zag ik dat er hier, waarschijnlijk omdat jullie wat oudere scholieren zijn, veel meer erin hebben. En je ziet dus ook dat heel snel omhoog gaat. Wie denkt dat hij later meer dan 1700 euro netto gaat verdienen per maand? Wie denkt dat hij meer dan 2000 euro gaat verdienen? En wie denkt dat hij meer dan 5000 euro gaat verdienen? Dat is één iemand is heel optimistisch. Ik vroeg niet voor niets 1700 euro. Ja. Want dat is namelijk ongeveer het gemiddelde van heel Nederland. Van het loon wat mensen krijgen als je begint op de arbeidsmarkt. Dus dat is een beetje het startbedrag. En nou ja, hier zijn heel veel enthousiaste mensen die denken dat ze veel meer gaan verdienen. Maar dat is niet zo. Maar dat is, nou ja, het is een gemiddelde, dus de helft verdient ook minder dan 1700 euro. Ja. En dat maakt het ook best wel lastig. Dan zie je wel, het gaat snel omhoog. Maar de uitgaven nemen ook hand over hand toe. En we hadden het er al over, met die vragen over die 35% meer of minder die het financieel moeilijk heeft. Er is vaak dan thuis al weinig geld. En wat je ziet, en dat was een van de vragen waarmee we begonnen, intergenerationele armoede. Het is raar, maar in de gezinnen waar je opgroeit, bepalen voor een heel deel of je later een goede kans hebt op de arbeidsmarkt of niet. Deels komt dat door het onderwijs, maar terecht zei de burgemeester, we hebben hier in Helmond ook wijken, waarin eigenlijk generatie op generatie mensen soms worstelen met hun geld. En daarom vinden wij het zo ontzettend belangrijk dat je op jonge leeftijd al leert hoe je ermee om kunt gaan. Want jong geleerd is oud gedaan. Ja, dat geldt voor heel veel dingen in het leven. Maar dat geldt ook in het bijzonder voor het omgaan met geld. En wat je dus ziet is dat als je minder geld verdient, de kans op geldzorgen toeneemt. Maar dat tegelijkertijd het veel verdienen niet per definitie een reden is dat je uit je geldzorgen blijft. Dus er zit ook een deel van je gedrag in. Mensen met een hoog inkomen hebben over het algemeen ook grotere uitgaven. Dus zelfs als je boven de 5000 euro netto wil gaan verdienen in je leven, is het best mogelijk dat je uiteindelijk toch te veel uitgeeft. En het gaat voortdurend, en dat vinden we bij het Nibud heel belangrijk, om de combinatie van inkomsten en uitgaven. Dat je daar grip op hebt. En dat je bij elke inkomstpatroon ook een uitgavenpatroon, dat er een beetje bij past. En ik denk dat dat iets is wat je nu al kunt oefenen, ook met weinig geld, zodat het later goed gaat. En dat is denk ik een van de grote uitdagingen waar de komende tijd jullie, zeker als je gaat, straks opleiding afgerond, voor komt te staan. We zien dus ook dat veel mensen schulden hebben. En wat je ziet is dat de meeste schulden betalingsachterstanden zijn. Dat zijn rekeningen die je niet hebt betaald. Wie van jullie heeft zelfs een betalingsachterstand gehad? Een rekening die binnenkwam, die je niet kon betalen, die je toen even hebt laten liggen. Weet je nog wat er toen gebeurde?
Ja. Oh. Ja. En toen? Ja, ik kreeg een brief thuis. Ja. En kreeg je toch wel ook meteen een boete? Nee, dat nog niet. Toen heb je wel betaald een tientje. Ja. Ja. Wie van jullie heeft wel eens een boete gekregen omdat hij te laat een rekening betaalde? En wat voor rekening was dat? Via AliExpress en gewoon met AFP, dus dan gewoon vergeten dat je voor iets in de rekening hebt staan en daarna nog 7 euro op een ding van 5 euro aan administratiekosten. Ja, en zo hard gaat dat dus. Zo hard gaat dat dus. Op het moment dat je je rekening niet betaalt, betaal je vaak bijna dubbele aan incassokosten om het terug te vorderen. Wie koopt er iets niet via internet? Bijna allemaal, hè? Ja, bijna allemaal. Dus, en dat betaal je ook via internet, hè? Ja. Ja. En dat is een van de dingen waar we dus zien, dat betalingsachterstanden is een groot probleem. En dat kan hard oplopen. Dat kan hard oplopen op het moment dat je je rekening niet betaalt. Er inderdaad administratiekosten bij komen, vaak ook nog een boete. En dan gaan ze nog rente heffen op die boete. En dan heb je zomaar, in het geval van 5 euro niet betaald, 7 euro extra kosten. En ben je dus een heel stuk verder van huis. Dat je dacht, want Ali heeft best wel waarschijnlijk gekozen hebben, omdat je dacht, die zijn lekker goedkoop. Nee, dat die in Nederland te kijken was. Oké. Okay. Ik ben bijna aan het eind van wat ik wilde vertellen. Want ik denk dat we een aantal dingen vandaag met elkaar besproken hebben. En ik vind het heel leuk om dat nog even samen te vatten. Eén is, het is ontzettend mooi dat je weet wat je hebt. En dat je het regelmatig ook daadwerkelijk checkt en met elkaar erover praat. Want praten over geld, dat zei de burgemeester al, is vaak een taboe. En dat is volgens mij helemaal nergens voor nodig. Ook als je problemen hebt met geld, is het wijs dat je daar hulp bij zoekt. Dan kun je bij de gemeente terecht, je kunt bij je ouders terecht. Maar praten over geld is niet iets waarvoor je je moet schamen. Zelfs het hebben van schulden is niet iets waar je je voor moet schamen. Is iets waar je wat aan zou moeten doen. Juist om problemen te voorkomen die we in onze samenleving veel te vaak zien. Dat is één simpele spelregel. Daar vroeg ik dat contant en pinnen op is op. En dat is best een lastige regel in een samenleving waar je inderdaad heel veel op krediet kunt kopen. Maar hou er rekening mee met dat het geld, ook als je het weg is, dat je toch nog een keer moet terugbetalen. Vaak met rente. Vaak veel meer dan je aanvankelijk dacht. En vaak als het een echte rekening is, ook met een boete erop. Wees je daarvan bewust. En tenslotte, er kan heel veel in ons land. En je kunt heel veel dingen kopen. Elke dag kom je inderdaad in de verleiding om iets te doen. Er is een groot verschil tussen dat je iets moet en dat je iets mag kopen. En een van de stelregels die wij bij het Nibud hebben is, slaap er een nachtje over. Bij een grote uitgave, denk daar nou nog een nacht extra over na, voordat je daadwerkelijk besluit om het aan te schaffen. Dat geeft je de tijd om ons even goed alles op een rijtje te zetten. Het geeft ook wat ruimte tussen datgene wat je misschien denkt, dat moet ik nu hebben. En als ik over nadenk, heb ik het misschien niet nodig. Maar neem de tijd om met name bij grote uitgaven nog eens even na te denken over, heb ik dit nou nodig? Moet ik dat nu doen? En vergelijk dan ook of je het niet ergens anders goedkoper kunt krijgen. Ik denk het ook. Ik denk dat het belangrijk is dat we op is op en denk er een dagje over na, ja, als je een grote uitgave hebt. Wie, nu we hier toch zijn, hebben jullie nog vragen over dit onderwerp of een ander onderwerp, kan natuurlijk ook. Wij hebben de heer Arjan Vlierenhart, die komt uit Amsterdam. En nu die toch in Helmond is, gaan wij zo meteen, wij samen, dus nog twee zaken bezoeken. En dat is onder andere, één is Hart voor Minima. En Hart voor Minima, dat is een initiatief in Helmond. Een man en een vrouw, die proberen voedsel wat weggegooid wordt bij winkels, et cetera, op te halen. Om mensen die niet voldoende eten en drinken hebben, om die te helpen. En dat is een geweldig initiatief als je in je stad zulke initiatieven hebt. Maar het is ook heel bedroevend dat we het met elkaar nodig hebben. Dus wij gaan zo meteen naar Hart van Minima. En de andere die we gaan bezoeken is de Let's Ruil winkel. En Let's Ruil wil zeggen, als jij iets voor mij doet, doe ik iets voor jou.
Als ik geen geld heb om mijn band te laten plakken, hè, omdat mijn fiets kapot is, en jij kan dat doen, en ik kan iets voor jou doen, ik kook iets voor jou, ik doe iets voor jou, dan ruilen wij een dienst, dan hoeft er geen geld bij. Ook een prachtig initiatief in Helmond, dat we dit hier met elkaar hebben. Ja, ja, dat is onder meer. Dat is absoluut. Ja, ik denk dat het een serieuze klap is dat dit soort initiatieven helaas noodzakelijk zijn, maar wel prachtig zijn dat we dit met elkaar doen. En ik hoop echt, en de heer Vliegendhart neem ik daarin mee, om ook met trots te laten zien dat wij ook sociaal naar elkaar zijn. Ik hoop van harte dat jullie gewoon door het vandaag even te hebben over geld, bewust worden van geld, dat je je vrij voelt om er met elkaar over te praten, ook thuis erover te praten, en dat ik hoop dat jullie nooit in de schuldenproblemen komen. Dankjewel voor jullie aandacht. Dankjewel.